Ho, ho, holy guacamole. I like beer. Yes, het is tijd voor mijn eerste eigen kerstvlog. En het wordt een leuke vlog, want wat ga ik doen? Ik ga zo twee mensen verrassen met deze prachtige kerstboompjes. Ik doe namelijk mee aan de kerstengelactie van ABN AMRO. Er zijn namelijk heel veel mensen die rond deze gezellige feestmaanden zich eenzaam voelen. Dus ik ga vandaag twee oudere mensen bezoeken. Dit is natuurlijk niet echt de outfit van een kerstengel. Het is tijd voor een beetje kerstmagie. Ho, ho, holy guacamole, wauw. Nou, ik doe het vandaag niet alleen. Mijn vriendinnetje Sophie is wijkverpleegkundige. En ik ga vandaag met jou mee de wijk in, hè? Ja, klopt. We gaan langs twee dames die bij ons in zorg zijn. Ik ga ze ook een kleinigheidje aanbieden. Namens alle organisaties die werkzaam zijn in de gemeente Waterland. Om het kerstgevoel compleet te maken. Yes. Let's go. Naar de arreslee. Ik vind het wel spannend trouwens. Ben je een beetje zenuwachtig? Ik ben een beetje zenuwachtig. Jij doet het iedere dag bij die mensen op bezoek. Merk je dat ze eenzaam zijn? Ja, ze zitten soms echt te wachten op de zorg die we geven. We leven dan toch een beetje van moment naar moment. We zijn er trouwens. We zijn er. Misschien wel achter. Oh, hij is open. Hallo. Hallo. Ik ben Anneke. Allemaal zijn ze. We hebben een kerstboompje voor u meegenomen. Oh, ja, dat was de bedoeling. Ik mag erbij gaan zitten, hè? Oh, ja, tuurlijk. Ik had altijd een kerstboom. Ja? Ja, altijd een kerstboom. En nou ja, en ook allerlei versieringen wel, hè? Dus Sinterklaas is voor de cadeautjes. Ja. Kerstman is niet voor de cadeautjes. Nou. Wow. Anders had u dus ook echt niks qua kerstsfeer in uw huisje gehad? Nee, de kerstbomen die je koopt zijn groot voor hier. Hè. Nou, we gaan het wel samen in elkaar zetten, toch? Ja. Zullen we eens kijken wat erin zit? Ik ben zelf ook echt heel benieuwd. Ga dit een kleintje. Lampjes. Kerstkoekjes voor bij de koffie. Oh, man toch. De ABN AMRO bal. Dit doen we het inputfilmpje en dan gaan we hem eraf. Deze zullen we daar bovenop. Anders moet je dat ding... Daarom hebben we de Sophie mee, hè? Ja. Overhandig ik u bij deze de bal. Dank u zeer. Mag u hem erin houden? Het is een draagmaand, zeggen ze dan. Woehoe. Oh, kijk eens. Voor de totale kerstsfeer. Oh. Als u tweede kerstdag toch niks te doen heeft, dan heeft u in ieder geval nog een pakje om uit te pakken. Ik wil het van jou. Ik vind het wel mooi. Dan ligt al opruimte in. Ja, ligt al opruimte in. Doei. Het is maar goed dat ik mee ben gegaan, want anders was die boom nu nog niet opgetuigd. Ja, de volgende keer weet ik het wel. Dat gaan we nu bekijken. Daar zit ze. Oh, daar zit ze. Hallo. Tada. We zien er leuk uit. Kerst, ja toch? Ik heb ook mijn best gedaan. Laten we nog eens doen met kerst. Nee, nee. Ik krijg eters. Is er een kerstmoment wat u echt is bijgebleven? Mijn opa. Daar had ik een super goede band mee. Hij en ik samen. En ik kon hem aan het lachen maar krijgen. En niemand anders? Nee, niemand. Mooie ketting. Dat past wel bij het huis. Nou, was leuk toch? Superleuk. We hebben ze heel blij gemaakt. Zullen we even leuk spontaan de afsluiten filmen gewoon bij de kerstboom? Ja, was wel tof toch? Dat we het zo... Ja, ik vond het ook leuk dat we samen gingen. Een soort Enzo en Dee zijn we. In principe zou eigenlijk iedereen wel wat meer aandacht rond de feestdagen aan iemand in hun buurt kunnen geven. Dat het toch wel voor veel mensen een soort eenzame periode is. Ja. Dus volgend jaar weer? Volgend jaar weer. Volgend jaar weer. Woehoe. En we zijn alweer bij het eind van de video. Vond je het nou leuk? Geef even een duimpje omhoog. Of beter nog, druk even hierboven om je te abonneren op mijn kanaal. Heb je nou nog steeds niet genoeg van mij gehad? Heb ik hieronder nog twee hele vette video's voor je klaarstaan die je nu al meteen kan kijken. Tot de volgende keer!